Yo, what's up YouTube? Heb je net zoals ik altijd al je Philips Hue willen synken met de PlayStation 4? Dan heb ik goed nieuws voor je. Dat kan. Ik laat je in deze video zien hoe het moet. Ik ben zelf altijd een groot liefhebber geweest van de Ambilight techniek op Philips TV's. Er waren eigenlijk alleen altijd drie grote problemen. 1. De televisies waren veel te duur. 2. Ik vond ook de designs van de meeste Philips TV's niet heel erg mooi. En 3. Ik als gamer kon er eigenlijk niets mee omdat de input lag op Philips TV's eigenlijk zo groot waren dat je niet echt goed shooters en dergelijke kon spelen. Ik heb altijd een manier geprobeerd te vinden om die Ambilight ervaring te recreëren op mijn eigen tv. Ik heb ledjes eromheen gedaan, ik heb kleurlampen naast de televisie gezet, maar nooit kreeg ik echt het gevoel van immersie wat Ambilight wel geeft. Nu kan het dus wel. En de manier waarop dat werkt is als volgt. De PlayStation 4 stuurt beelden naar de PC. De PC stuurt vervolgens informatie terug naar de Philips Hue-lampen, zodat ze op tijd meekleuren met wat er gebeurt op de PlayStation 4. En als ik zeg omslachtig, dan bedoel ik ook echt omslachtig. Want wat heb je hier allemaal voor nodig? Uiteraard een PlayStation controller met USB-kabel, de Philips Hue-app voor iOS of Android, de Philips Hue Sync-app voor Windows of Mac en de PlayStation 4 Remote Play-app voor Windows of Mac. Daarnaast heb je ook nog eens twee PlayStation Network-accounts nodig. 1. Normale die je altijd al gebruikt en 2. Een andere die je speciaal hebt gemaakt voor deze Philips Hue Sync. Allereerst open je de Philips Hue app. Daar ga je een entertainment area aanmaken. Dat doe je door naar settings te gaan, entertainment area te kiezen en er daar eentje aan te maken. Kies de ruimte waar je in begeeft en de lampen die daarbij horen. Vervolgens stel je de lampen zo in, zoals je ze ook in die ruimte hebt staan. Ik heb maar 2 lampen, links en rechts van de tv en dus zet ik ze ook precies zo neer. Vervolgens ga je testen, check je of de calibratie klopt en check je of de locaties van de lampen kloppen met zoals ze worden weergegeven op het scherm. Voor de volgende stap moet je de Windows Hue Sync app gedownload hebben of de Mac versie. Check of je entertainment area is gevonden, controleer de instellingen en check of je de beeldscherminstellingen ook goed hebt staan zodat de Philips Hue app wel de juiste display captured. Wanneer je nu op Sync Now klikt, zou je al de kleuren van je monitor moeten zien in je Philips Hue Entertainment Area. Vervolgens start je de PS4 Remote Play app op. Nu is het belangrijk dat je de PlayStation controller met een USB hebt verbonden aan je PC. Je checkt nog heel even de instellingen. Hierbij is het belangrijk dus dat je met je tweede PlayStation Network account ingelogd bent. Dat is een PlayStation Network account wat je specifiek hebt gemaakt voor de Hue Sync. Vervolgens check je of alles klopt, druk je op OK en verbind je met de PlayStation. Wanneer je PlayStation eenmaal verbonden is met je PC, kan je de controller ontkoppelen en opnieuw inloggen met je eigen originele account, zodat je gewoon met je eigen save games en je eigen online vrienden kunt gamen. Zorg er wel voor dat je de applicatie in volledig scherm draait, anders pakt Philips Hue ook de kleuren van je desktop mee. En dat was het. Je kan nu lekker met je controller op de bank ploffen en op je tv gamen. Philips Hue doet de rest. En ik moet eerlijk zeggen, ik was behoorlijk verrast over dat er zo goed als geen vertraging is tussen wat er op het beeld te zien is en de kleuren die de lampen hebben. Het is natuurlijk een beetje omslachtig, maar voor een vol avondje gamen heb ik dit zeker weten over. Vond jij dit nu een handige video? Vergeet dan niet te liken en zeker ook niet te subscriben. Dankjewel en tot de volgende video.